Heeft u vikingbloed? Die vraag werd vrijdag gesteld op het station Nijmegen door de organisatoren van de Viking Run. Passanten konden hun DNA laten testen met een zogeheten AIW-methode. Als het de deelnemers lukt om de grote hamer los te trekken uit de berg met stenen, dan zijn ze echte vikings. Gek was het niet dat dit onderzoek in Nijmegen plaatsvond, want in het jaar 880 overwinterden de vikingen in het Valkhof. Nou, wij gaan vandaag de bezoekers van Nijmegen testen op of ze waardig genoeg zijn voor de Vikingrun. Nou, wij gaan dat doen door hetzelfde principe als het zwaard van Arthur te gebruiken, waarin als je het zwaard op kan tillen je waardig genoeg bent om, laten we zeggen, de koning te zijn op dat moment. En wij gaan doen, als jij onze vikinghamer kan optillen, ben jij waardig genoeg om mee te doen aan de Vikingrun. Nou, in 880 is het Valkhof bezet door vikingen en die zijn in 881 weggegaan. En die moeten natuurlijk ergens wel een soort viking-DNA achter hebben gelaten. Dus dat gaan we vandaag lekker testen. Nou, de bedoeling is dus dat het eigenlijk een grote steen symboleert, net zoals met het zwaard van Arthur. En ze mogen dan proberen aan de hamer te trekken en zodra het lukt, dan komen er allemaal vikingen van alle kanten en dan worden ze gekroond tot de waardige Vikingrunloper. Ja, we hebben zelf meegedaan in de Brother Edition in wat was oktober. En dat was superleuk. Het is zwaar, maar het is echt een uitdaging om te doen. En iedereen helpt je daar en de sfeer daar is heel goed. Dus het is wel, je hebt sneller Vikingbloed in je dan je denkt.